Wij wensen jullie een gezond en gelukkig nieuwjaar. Ik wens voor 2018 alle collega's een heel warm jaar. Dat we elkaar mogen blijven ondersteunen en dat we elkaar mogen blijven omarmen. Ik wens voor iedereen in 2018 veel liefde en geluk voor iedereen, voor mijn collega's, voor hun partners en hun kinderen. Voor mij is de kerst- en nieuwjaarsperiode toch altijd iets speciaals. Het klinkt misschien een beetje paradoxaal, want het is een periode die ook toch wel wat heel commercieel wordt uitgebuit en ook wel wat op het kitscherige af soms. Maar het blijft voor mij toch een periode anders dan de andere, waar we weg zijn van de hype van de dag en toch een beetje kunnen reflecteren over wat dat echt belangrijk is. Dat we het voorbije jaar eens overschouwen en ook eens kijken naar wat komen gaat. Terugdenken aan het voorbije jaar, dat was een jaar waarin netwerken het buzzword was. Een jaar ook waarin heel wat kleinere voorzieningen steun zoeken bij grotere groepen. En dat brengt verandering mee. En verandering staat ook een beetje voor onzekerheid en drukte. In uitvoering van de zesde staatshervorming werden een aantal eerste beslissingen genomen in zaken wijziging van financiering van infrastructuur, zowel voor ziekenhuizen als voor woonzorgcentra. Er is ook uitvoering gegeven voor de eerste keer aan de Vlaamse sociale bescherming, zeg maar de Vlaamse sociale zekerheid. Ons zorglandschap verandert helemaal. Mensen moeten steeds minder lang opgenomen worden. Chronische zorg neemt toe. Er is behoefte aan andere wijzen van zorg, transmurale zorg en ambulante zorg. Wij moeten ons daar op een flexibele manier op voorbereiden en zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. Daar moeten wij ons op voorbereiden door een sterke organisatie uit te bouwen met bekwame medewerkers, gedreven medewerkers en sterke leidinggevenden. Een jaar ook waarin wij geleidelijk vormgeven aan onze samenwerking met ZNA. Door onze krachten te bundelen willen wij maximale synergie uitbouwen en zo voor de Antwerpse patiënt de beste hoogkwalitatieve zorg blijvend garanderen. In 2018 gaan we op het elan verder en gaan we inderdaad een aantal concrete diensten verder uitwerken en ook opstarten gezamenlijk. Het duurt allemaal misschien wat langer dan oorspronkelijk gedacht, maar het regelgevende en financiële kader maakt het niet gemakkelijk om dat te doen. Doch met rustige vastheid bouwen wij verder op de ingeslagen weg. En de wil om te slagen en het vertrouwen in de toekomst is erg groot. Dank aan alle medewerkers en artsen. Dank ook aan al onze vele vrijwilligers. Jullie zijn het DNA van een organisatie. Ik ben zelf net gestart op een nieuwe afdeling en ik wens dat iedereen zich snel thuis voelt op zijn nieuwe werkplek. Ik doe dat werk heel graag en ik zou graag hebben dat er nog veel vrijwilligers bij komen. Aan iedereen een liefdevol jaar. Wij, verpleegsters van de Recovery Sint Vincentius, wensen alle patiënten in het jaar 2018 een fijne gezondheid en een heel goed herstel. Aan iedereen wil ik een schitterend, bruisend, geweldig, gezond 2018 wensen. En voor alle nieuwe diensten die starten, hou er moed erin. Het komt goed, ga ervoor. In 2017 hebben we afscheid genomen van de Eekhof en Gouwblommen. Cadis en Hollebeek openden hun deuren. Ons zorgaanbod is er uitgebreid met meer dan 80 woongelegenheden en een 90-tal assistentiewoningen gespreid over beide locaties. Nieuw in Hollebeek is het dagverzorgingscentrum voor mensen met een migratieachtergrond, een project uitgewerkt samen met de partners uit de wijk. De uitdaging voor beide sites in 2018 is de opbouw van nieuwe teams, de realisatie van een maximale bezetting en een goede en kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners. We wensen de leidinggevende en de medewerkers alle succes toe. In 2017 is een nieuwe woonzorgmanager aan de slag gegaan in de Zavel en is de site tijdelijk ingehuisd in Den Oever. Proficiat ook aan de verantwoordelijken en medewerkers van de technische dienst om met een zeer beperkt budget van het oude gebouw een nieuwe warme thuis te maken voor de bewoners. Het nieuwbouwproject voor 136 bewoners met een psychiatrisch beeld zal in het najaar van 2018 van start gaan. In het noorden volgt het ene project naadloos het andere op. In 2017 is in Sint Vincentius het kunstwerk gerealiseerd. Het nieuwbouwproject in de Bijster voor kleinschalig wonen 16 bewoners met beginnende dementie zal een aanvang nemen in 2018. Onze twee nieuwe huizen, de Hazelaar en Heidevelde, hebben in 2017 heel wat leidinggevenden zien vertrekken.
We hopen dat in 2018 de visie en waarde van GZA Zorg en Wonen verder zichtbaar zullen worden in de dagelijkse werking. En dat het aangepaste werkmodel vertrouwen en stabiliteit biedt voor het personeel. Dank aan de verantwoordelijken om deze reorganisatie in beide huizen in goede banen te leiden. De bewoners en de familie geven alvast het signaal dat het veranderingen ten goede zijn. Dit jaar evalueren we opnieuw onze organisatiestructuur op niveau van GZA Zorg en Wonen, ook van onze 10 huizen. Sint-Bavo, Sint-Gabriël en Sint-Camillus kunnen in deze als eerste aan bod komen. Voor de groep zijn eind 2017 2 nieuwe managers aangesteld, voor financiën en voor HR. We staan in 2018 immers voor de uitdaging om een financieel gezonde exploitatie te realiseren en een gericht HR-beleid uit te tekenen voor onze 1000 personeelsleden. Enkel hierdoor kunnen we ook in de toekomst een warme zorg- en dienstverlening blijven garanderen voor onze meer dan 1300 bewoners, elke dag opnieuw. We zijn er ons van bewust dat 2018 een zwaar jaar wordt met heel wat uitdagingen, maar we gaan er echt wel voor. Samen. Na een moeilijk jaar van 2017 komen wij als personeel terug graag werken in Heidevelden om er een mooie thuis te maken voor bewoners en personeel. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar in 2018. En ik hoop dat iedereen met een glimlach gaat werken. Dat is fijn voor iedereen. Ik wens jullie het allerbeste voor 2018. Een goede gezondheid en veel vreugde. Ik wens iedereen van mijn collega's een goede gezondheid en veel geluk in het jaar 2018. Alle medewerkers en artsen van GZA Sint-Josef wensen u een boeiend en gezond 2018. Allerbeste collega's, 2017 heeft in het teken gestaan van heel veel veranderingen op het vlak van het zorgaanbod, van herschikkingen en ook op het vlak van het reorganiseren van onze operatiekwartiers. Heel veel afdelingen zijn daarbij betrokken, maar vooral ook heel veel medewerkers waren hierbij betrokken. In Sint-Augustinus hebben we de oncologische dagzorg gecentraliseerd in een iets ruimer architectonisch kader, waardoor we eigenlijk onze multidisciplinaire oncologische know-how kunnen bundelen en zorgen voor nog meer topzorg op maat. Ook de chirurgie werd gecentraliseerd, en dit keer in 2 campussen in Sint-Augustinus en in Vincentius, met 2 mooie nieuwe short-stay afdelingen in het verlengde van deze heelkunde. De heelkunde wordt nu eenmaal korter, waardoor wij perfect patiënten gedurende de week kunnen opvangen. Niet alleen een verhuis van de preoperatieve screening heeft plaatsgevonden, maar ook heeft men nagedacht van hoe men de heelkundige patiënt binnen heel GZA ziekenhuis op een optimale manier kan voorbereiden voor, tijdens en na zijn ontslag. Hier in Campus Sint-Josef is de grootste verandering ondergaan naar een meer bijzonder focus ziekenhuis, waar we de nadruk willen leggen en verder willen leggen op geriatrie, psychogeriatrie, inwendige hospitalisaties, revalidatie, zowel ambulant als in hospitalisatie, met dialyse, ambulante consultaties. Bovendien willen we ook ons inzetten op bijzondere klinieken zoals de voetkliniek en op dit ogenblik zijn we in volle ontwikkeling om verder te gaan met een MS-kliniek. Bovendien mogen we in 2018 ook op deze plaatsen van de eerste opvang een huisartsenwachtpost verwelkomen, wat toch een belangrijke bevestiging is van de jarenlange samenwerking tussen de medewerkers van Sint-Josef en de huisartsen van deze regio. En verder wil ik toch ook wel misschien een heel specifiek bijzonder woordje aan het personeel van Sint-Josef richten, omdat natuurlijk zij ofwel hebben moeten kiezen om hun specialiteit te volgen in een andere campus, ofwel ervoor hebben gekozen om deze vernieuwde zorgaanbod verder in de toekomst hier in Mortsel verder vorm te willen geven. Hier in Campus Sint-Vincentius hebben we eigenlijk de luxe gecreëerd om vergelijkbare hospitalisaties in elkaars verlengde te leggen. Zo hebben we op de 6e verdieping alle heelkundige, langdurige hospitalisatie gesitueerd. Op de verdieping daaronder, op de 5e verdieping, hebben we alle inwendige hospitalisatie opgenomen. En op deze verdieping, de 4e verdieping, hebben we naast het bestaande dagziekenhuis nu de short stay opgenomen om alle wat kortdurige heelkundige ingrepen in dat verlengde te leggen. Waardoor we eigenlijk een verlengd plateau hebben van eigenlijk kortdurige hospitalisatie gaande van een dag tot een aantal dagen. In de maand mei werd samen met VZW Waaier Huis Klaas opgericht, een winkel zonder kassa voor oncologische patiënten in moeilijkheden. Het project Huis Klaas kan ook een element zijn van zorgondersteuning binnen onze ziekenhuizen.
Een warme aanvulling op de soms toch zakelijke zorg waar alles snel verandert en vooruit moet gaan. Maar het heeft me ook doen beseffen dat het de medewerkers zijn die GZA maakt totdat we zijn. Een warme, professionele organisatie met heel veel fijne mensen. Daarvoor wil ik jullie hartelijk danken en tevens wil ik jullie ook in het volgende jaar dezelfde warme professionaliteit toewensen en veel samenhorigheid en vriendschap. Ik wens dit jaar in nieuwe, uitdagende en spannende tijden voor iedereen een goed en een gezond 2018 toe. En ik wens naar alle collega's van GZA toe een goede samenwerking onder elkaar, onder collega's, zodat we goede kwaliteit kunnen bieden naar alle patiënten toe. Een gelukkig nieuwjaar voor iedereen. Ik wens een heel goede samenwerking met de schoonmaak, heel veel propere kamers, weinig problemen en vooral een goede communicatie met elkaar. Ik wens alle collega's een vreugdevol 2018, heel veel collegialiteit, veel souplesse en een goede gezondheid. Voor het nieuwe jaar wens ik de collega's allemaal een fijne samenwerking en aan mezelf toe dat mijn kleinkind gezond ter wereld mag komen. Voor al de collega's een heel fijne samenwerking, een gezond 2018. Voor 2018 wens ik mijn collega's een super lean jaar. En het allerbelangrijkste, ik wens natuurlijk dat we allemaal heel goed kunnen samenwerken. Beste vrienden, 2017 ligt alweer achter ons. Trump in de plaats van Hillary, maar ook Macron in plaats van Le Pen. Aanslagen in Londen, in Las Vegas, maar zelfs op onze eigen meer, maar ook het einde van het kalifaat in Syrië. Hashtag MeToo, Catalaanse onafhankelijkheid, record aantal kilometer files op de Antwerpse ring, enzovoort. Ook binnen de zorgsector was er volop beweging. Ziekenhuisnetwerken, laag variabele zorg, pay for quality, elektronische voorschriften. Als derde grootste ziekenhuis van Vlaanderen voelt GZA uiteraard onmiddellijk wat de kabinetten De Blok en Van Deursen uit hun mouw schudden. 2018 kondigt zich dus behoorlijk druk aan. Toen ik dit weekend voor het eerst dit jaar kwam toeren op de campus Sint-Josef, voelde alles toch een beetje onwennig aan. Door de groeten aan de collega in Sint-Vincentius, besloot een van de verpleegkundigen, en werken die nieuwe operatieprogramma's nu eigenlijk? Dit is het jaar waarin we de volle impact van de zorgherschikking zullen gaan voelen. Ook de medische raad voelt de onwennigheid over deze nieuwe werking. Het spreekwoordelijk oogje in het zeil zal hier zeker op zijn plaats zijn. Maar daar blijft het niet bij. Er zullen dit jaar een heel aantal knopen moeten worden doorgehakt. We zullen een heel aantal beslissingen moeten nemen die een verregaande impact zullen hebben op de manier waarop we met z'n allen in dit ziekenhuis gaan samenwerken. Wat met de verdere uitbouw van onze drie campussen? Zullen wij een verdere concentratie van bepaalde types zorg doorvoeren? Hoe gaan onze medische diensten eruit zien na 1 mei, wanneer er alleen nog maar campusoverschrijdende medische diensthoofden zullen zijn? Zal dit louter ceremonieel zijn of zal dit leiden tot grote en performante diensten zoals verwacht mag worden van een ziekenhuis van de omvang van het onze? Zullen bepaalde functies niet weer op het niveau van het ziekenhuis worden georganiseerd, maar op het niveau van het netwerk met ZNA? En wat met het EPD? Dit jaar willen we zeker weten hoeveel geld we kunnen en willen uitgeven aan een nieuw elektronisch patiëntendossier. Een absolute must om een performant ziekenhuis te blijven. We hebben met z'n allen zwaar geïnvesteerd in patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Met als meest zichtbare emanatie van die inspanningen de GCI-accreditering. Dit jaar willen we ook weten hoe we hiermee verder gaan. Uiteraard wil iedereen die aan GZA verbonden is zich inzetten voor topkwalitatieve zorg. Maar het is evident dat dit op een zo efficiënt mogelijke manier dient te gebeuren. En het is ook evident dat alle medewerkers die hieraan participeren overtuigd zijn van de nut van de gekozen methode. De kwaliteit van samenwerking tussen artsen onderling, tussen artsen en verpleegkundigen, paramedici en alle GZA'ers blijft voor de medische raad een absolute prioriteit. Getuige hiervan het project Leiderschap in woelige tijden. Artsen zijn al lang geen toevallige passanten in een ziekenhuis meer. Zij zijn onderdeel van een team van zorgverleners. En net zoals deze hun taak niet kunnen uitvoeren zonder ons, kunnen wij onze taak ook niet uitvoeren zonder hen.
Laat ons dus proberen om in 2018 het GZA handelsmerk, die warme en kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten en voor elkaar nog verder te benadrukken. Zo blijft ons ziekenhuis een echt Domus Hospitalis. Een huis waarin iedereen zich welkom voelt. Wat wensen we iedereen? Een gelukkig nieuwjaar! Aan alle medewerkers van GZA Zorg en Wonen, mijn oprechte dank voor jullie inzet en mijn beste wensen voor 2018. Ik wens jullie een fantastisch 2018 met veel vriendschap, samenhorigheid en professionele passie. Wij wensen jullie allemaal een warm en hartelijk 2018 toe. Voor iedereen een spetterend 2018.